Vind ik leuk. Maarten Rijgersberg, de social media week man in Nederland. Ja, in de Benelux zelfs. Benelux, ja. Ja, we hopen heel... komen hier ook Belgen. Ja, daarom is het ook in Rotterdam. Jij vroeg je af, waarom is het niet in Amsterdam of Utrecht? Utrecht vooral, ja. Maar het is in Rotterdam omdat we ook zo graag de Vlamingen deze kant op willen hebben. En er zijn er al een paar. Ik heb een paar Vlamingen gespot. Ik ook. En die waren ernstig onder de indruk dat wij hier La Chouffe op de tap hebben. Ja, nou dat klopt, dat hebben we. Ja, precies. Niet dat ik bier drink, maar ik heb het gezien. Waarom is een social media week nu in 2015 belangrijk? Ik denk vooral, er zijn een paar redenen. Een van de redenen is omdat mensen denken dat we er al een beetje zijn met social. Dat social een beetje gearriveerd is, dat we alles wel een beetje weten. Yeah. En niks is minder waar. Daarnaast... Want wat zie jij bijvoorbeeld? Nou ja, een van de dingen. We hebben net een waanzinnige sessie van Chris Klapwijk van YouTube gezien. Nou ja, weet je, YouTube is niet heel veel onder de aandacht geweest tijdens dit congres. Nee. Maar deze sessie die maakte gelijk alles goed. En... YouTube is bij mijn generatie, ik bedoel 35 plus, helemaal niet onder de aandacht. Nee. Je hebt wel een paar tips gekregen waarmee je volgens mij wel daar aardig mee kan. Ik heb ook wel een channel. Maar En wat hij dus ook zei is dat je moet vooral niet je geld op één kanaal zetten, maar op meerdere kanalen zetten. Wat we eigenlijk proberen, ik heb een paar jaar geleden ontdekte ik dat social media events vooral gericht werden op marketing communicatie. Ja. En dat was het. En voor mij is social media veel meer dan dat. Ja, de mens. En dat is ook waarom we innovatie erbij nemen. Omdat social media en innovatie, die gaan hand in hand. En die brengen ook allebei een enorme cultuurverandering met zich mee. En dat wordt vaak vergeten. Mensen hebben heel veel haast in deze tijd. Ja. En als je als bedrijf met social aan de slag gaat, met innovatie aan de slag gaat, dan moet je gewoon de tijd nemen. Ja, en dan komt er echt wel wat op je af als bedrijf. Toch? Ja, behoorlijk. Ja. En zeker als je een bedrijf moet omturnen. En ik zag in New York in 2011 één sessie van de drie grote musea in New York, van MoMA, Metropolitan, Guggenheim. En zij lieten mij iets zien wat ik in Nederland niet kende. Dus toen had ik al zoiets van, ik wil dit naar de Benelux toe halen. Alleen toen was rouw nog een heel klein rouwtje. Dus, en in 2013 begonnen toch te jeuken. En in 2014 is het gelukt, de eerste sessie. Want je hebt echt een officiële licentie, hè? Voor mensen die de Social Media Week niet kennen. Dat mag niet zomaar. Nee, je moet echt door 18 brandende hoepels springen om een licentie te bemachtigen. En die licentie is ook heel knap van je. Ja, ik ben niet zo lenig, maar dat lukt me net. En die licentie die hebben wij en die houden we ook. Ja. En in de rest van de wereld is het best wel big. Ik was in februari was ik in New York. Daar werden we uitgenodigd door Nasdaq om de closing bell ceremony te doen. Ik sta met mijn hoofd. Naast die bel? Nee, op Times Square op zo'n heel groot scherm. Dat is echt awesome. Ja. Ja, daar willen we hier natuurlijk ook heen. Ja. Had je nog een speciale eye opener? Want je hebt ook heel veel sessies gezien. Ja, nou ja, en dat is... Ja, misschien een beetje stom omdat ik net YouTube naar voren schoof. Ja. Ik had mijn grootste eye-opener dit jaar in Praag tijdens Engage. Deze week zie ik natuurlijk niet zo heel veel sessies, want ik ben vooral heen en weer aan het rennen. Maar daar was op een gegeven moment kwam er 1500 man in de zaal en er kwamen langs de zijdeur 50 jonge meisjes van die bakvissen kwamen binnen. Al mobieltjes spiegelen, bla bla bla. Ja. Gingen netjes voor het podium zitten en er komt een meisje podium op van nog geen 21 jaar oud. En die meisjes gingen werden helemaal lyrisch. En die hele zaal van 1500 man die zat een beetje appelig te kijken. Wie is dat? Ja. Nou, dat was Bethany Motta. Bethany Motta heeft 9 miljoen volgers op YouTube. 5 miljoen volgers op Instagram. Hier, Wij hadden hier tijdens de opening Noah Zeeuw. Ja. Nederland heeft gewoon heel veel YouTube-talent. Ja. Waar al die bedrijven die allemaal aansluiting met jongeren zoeken, niks van af weten. Niks, kennen ze niet eens. Dus je moet pubers in huis hebben om ze te kennen. Ja, en laten we dus vooral ook zorgen dat we af en toe over de muren van onze eigen branche heen kijken. En wat verder gaan kijken dan wat we misschien ons comfortabel bij voelen. Ja. Om gewoon beter te worden en ons te laten inspireren. En ik werd in Praag geïnspireerd. Dat heeft me weer op ideeën voor dit event geleid. En ik doe vandaag ook wel allemaal ideeën op en de hele week. Een van mijn grootste eye-openers is het feit
mijn hoop is op de jeugd gevestigd. Ja. Dus al die jonge gastjes die op YouTube het zo goed doen, maar ook zo'n bedrijfscultuur bij Coolblue. Nou, mag ik dan mijn hoop naar jou uitspreken? Je bent natuurlijk vorige week 36 geworden. Bijna. En we gaan in Nederland stevig maar af op een enorme vergrijzing. Als wij nou gaan zorgen dat die wat oudere Nederlanders wat meer actief met video gaan worden. Graag. Dan hoeven we het niet alleen van de jongeren te hebben, maar dan kunnen we gewoon full force op video. Dat is ook een missie. Dus mensen. Ga op video. Is niet eng. Nee. En anders is het maar eng. Maar je kan gewoon swipe to... To what? To unlock. To unlock, dus. Dat is gewoon doen, dus. Juist. Volgend jaar, wat verwacht je? Wat wil Volgend je? Jaar hoop ik op volle zalen, want ik heb een paar lege stoelen gezien. En het is gewoon zonde, want we hebben waanzinnig mooie sprekers. Ja. Waaronder Jeanette. Zij die er niet bij waren, die hadden ongelijk. Absoluut. Ja, dus. Volgend jaar volle bak. Oh, maar wanneer komt dit live? Over een week of 2-3. Dan pas? Ja, ik moet het nog een beetje editen. Ik heb nog allemaal vlagjes in voor. Nou, laten we beginnen aan het real-time concept van jou. Want twee weken editen, dat duurt echt te lang, hoor. Dan moet je wifi hebben, want dan heb je het gepariscoopt, hè. Wat wou je nog zeggen? Ik wilde zeggen dat we morgen en overmorgen ook nog een hele dag hebben. Ja, dat klopt, ga ik weer filmen. Ja, precies. Goed, dankjewel. Doei. Doei.